weet je wat je moet lezen? Birk van Jaap Robbe. Dat is een geweldig boek. Het is niet zo heel dik, het is niet zo heel moeilijk. Het taalgebruik is bedrieglijk eenvoudig. Maar als je erover nadenkt, als je goed nauwkeurig leest, merk je dat het hele mooie zinnen heeft, hele mooie vergelijkingen. En het is tegelijkertijd licht van toon, want het beschrijft de leefwereld van een jongetje. Je leest met hem mee van ongeveer zijn 8e tot, denk ik, zijn 14e, 15e jaar. Maar het is heel beklemmend. Het beschrijft een heel eenzaam leven, zonder dat je daar grote woorden van leest. Er wordt nergens het woord eenzaamheid of verdriet of beklemming gebruikt. En het druipt van elke pagina. Je moet het ook alleen maar lezen als je lekker in je vel zit, want anders word je doodongelukkig. Maar lees het, lees het. Birk, Jaap Robbe. Korte naam, korte titel, kort boek. Fantastisch. Doen. Daar krijg je geen spijt van.